Dan gaan we het hebben over het lerarenregister. Ik wil even een heel eerlijk antwoord. Wie van jullie is al in enige vorm bezig met het lerarenregister? Wie gaat dat binnenkort doen? En wie is er nog helemaal niet mee begonnen? Oké. Wij hebben het lerarenregister niet bedacht. Ik vind het een hartstikke mooie discussie natuurlijk, wat er allemaal plaatsvindt momenteel. En die wil ik hier nu niet op het podium gaan voeren, ook al is het wel verleidelijk. Het lerarenregister, ik heb er nu geen mening over. Wetgeving komt eraan. De wetgeving komt eraan en jullie zijn zo meteen verplicht om voor augustus dit jaar een aanlevering te doen richting DUO met daarin de geest van jullie leraren. We vinden natuurlijk allemaal, kwaliteit vinden we natuurlijk allemaal belangrijk. Ik bedoel, iedereen zegt, kwaliteit van het onderwijs is belangrijk. Of we dat hiermee gaan bereiken, ik weet het niet, maar het komt op ons af. Wij zijn, begin vorig jaar moet ik zeggen, zijn wij met DUO om tafel gegaan om allereerst vanaf dag 1 betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het lerarenregister. En vooral om te kijken, dat lerarenregister is zo meteen van kracht, hoe kunnen we het voor jullie zo makkelijk mogelijk maken om al die data vast te gaan leggen en op zo'n laagdrempelig mogelijke manier naar DUO te gaan aanleveren. Hier zijn 3 dingen in belangrijk. Allereerst wordt het zometeen mogelijk. Wordt het mogelijk, dit is trouwens, zit nu al in onze software vanaf proef 6, dus jullie kunnen hier al mee aan de gang. Het is mogelijk om een benoemingsgrondslag vast te leggen voor de medewerker. Die benoemingsgrondslag doen we op basis van een contract. En zodra we dat hadden uitgeleverd, hadden we jullie meteen aan de telefoon. Ik wil niet voor elk benoemingsgrondslag een nieuw dienstverband aanmaken. Dus hebben we direct ook mogelijk gemaakt dat je losse benoemingsgrondslagen kan toevoegen aan een medewerker, zonder daarvoor een nieuw dienstverband toe te voegen. Wanneer je al die benoemingsgrondslagen hebt vastgelegd, hebben we een geautomatiseerde aanlevering aan DUO meegeleverd. Dus al die gegevens worden door onze software worden ze verzameld en 1 keer per week worden ze naar DUO toegestuurd om te zorgen dat hun database en daarmee het lerarenregister up-to-date is. Vervolgens hebben we nog een dashboard voor jullie gemaakt, waar je kan zien wat de status is van het lerarenregister. Dus welke leraren misschien nog geen benoemingsgrondslag gevuld hebben, of welke juist wel. En natuurlijk de vakken en de opleidingen waar ik het er straks over had. En dan is het natuurlijk opeens het lerarenregister. Iedereen moet er wat mee. En sommigen van jullie zullen dat prettig vinden. En sommigen van jullie vinden dat, zullen dat minder prettig vinden. Alleen jullie gaan die data vastleggen in jullie administratie, in jullie AFAS-omgeving. En die data gaan wij gebruiken om jullie mooie inzichten te geven. Dus niet alleen DUO heeft er wat aan, maar jullie hebben er ook wat aan. Ik wil jullie even laten zien hoe dat werkt. Allereerst even kort de opleiding. Bij Floor heeft reeds een opleiding gekoppeld gekregen. Ik kan hier die opleiding openen en ik kan hier makkelijk de nieuwe vakken toevoegen die bij deze opleiding horen. Nou, op het moment dat ik dat gedaan heb, heb ik al gelijk een stukje waardevolle informatie in mijn administratie. Hey? Ja, ik was even naar het rijmpje aan het zoeken, dat zullen jullie begrijpen. Maar goed, ik heb dus ook nu de mogelijkheid om op een contractregel, in dit verband dienstverband 1, in het tabblad onderwijs een benoemingsgrondslag vast te leggen voor deze medewerker. In dit geval is het dan het WAW getuigschrift. En nou wil ik eigenlijk daar nog een extra benoemingsgrondslag aan toevoegen. We hebben een nieuw tabblad lerarenregister, waar je inderdaad het WAW getuigschrift vanuit mijn contract al ziet staan. Maar ik kan hier ook voor kiezen om nog een nieuwe toe te voegen. Nou, die pakken we voor dienstverband 1. Voegen we toe aan de datum van vandaag. We kiezen voor leraar en opleiding op onderwijsterrein ZLO. En ik druk op voltooien. Nou, hebben wij nu in onze software een geplande taak meegeleverd. Ik denk dat velen van jullie deze al ingericht zullen hebben. Die ervoor zorgt dat je deze automatisch kan doorzetten. Nou ben ik hem heel even kwijt. Waar zit je? Geplande taak, daar is die. Dus we hebben hier een automatische taak toegevoegd. Ja, voor degene die het nog niet weet, als ik hem nu deblokkeer, gaat hij meteen draaien. Handig voor demo-doeleinden. Die ik hier kan deblokkeren. En die gaat nu eigenlijk alle data die ik in mijn omgeving heb vastleggen. Dus voor alle medewerkers gaat hij het verzamelen. En gaat hij het vastleggen in onze nieuwe aanlevering. Die nieuwe aanlevering hier onder HRM. Digitale berichten. En dan het lerarenregister. Waar je in principe alle dienstverbanden, alle contractregels, alle benoemingsgrondslagen die ik in mijn omgeving heb staan, in 1 oogopslag kan zien. Je kan ook de status zien van een regel en of deze eventueel gecorrigeerd zou moeten worden. Filteren we nu op Floor, klik ik door op Floor en zie ik inderdaad netjes de benoemingsgrondslagen die ik vanuit Floor ga aanleveren aan het lerarenregister van DUO. Leuker kunnen we die makkelijker, wel makkelijker.
Ik had altijd wat willen zeggen op het podium. Ook hiervoor willen wij jullie helpen. Dus het kan een enorme klus zijn om zometeen al die contracten te moeten uitbreiden met benoemingsgrondslagen. We hebben een rapport in onze knowledge base neergezet die jullie makkelijk kunnen gebruiken om de contracten die al in jullie omgeving staan met een importmogelijkheid aan te gaan vullen met de benoemingsgrondslagen. Dus ik raad jullie ook aan om hier naar te gaan kijken en om dit op die manier aan te gaan vliegen. En jongens, augustus nadert met rassen schreden. Dus ga er alsjeblieft mee aan de bak. Wij zullen eind volgende maand zullen wij nog komen met een webinar waar wij nog wat dieper deze functionaliteit ingaan. In ons knowledge base staat een heel stappenplan die jullie kunnen toe gaan passen om het lerarenregister tot een succesvol inrichting te brengen.